Het is verboden om de COVID-19-antigeen-sneltesten ten verkoop aan te bieden. Rajes Ori, waarnemend directeur van het BOG, zegt op de hoogte te zijn dat diverse bedrijven en individuen de sneltesten verkopen. Op social media verschijnen vaak berichten waarin de sneltesten ten verkoop worden aangeboden. Ori zegt dat bij het zelftesten een vertekend beeld kan ontstaan van het resultaat. Voor ook bedragen dat sommigen zelf voor rapid testen ergens $50 betalen. Dus ik kan me niet voorstellen. Ik kan die dingen gratis krijgen. Waarom betalen ze? Misschien wat je gaat krijgen, mensen gaat als mensen het niet goed doen. Een heleboel mensen die rond gaan blijven lopen terwijl ze positief zijn. Maar ze hebben getest dat ze negatief zijn. En dat is niet goed. Je gaat meer, je weet, als je een vals gevoel van negativiteit hebt, dan ga je dan meer mensen gaan besmetten. En dat is niet te doen. Dat moeten we helemaal voorkomen. Ori roept een ieder op die zich bezighoudt met het verkopen van de COVID-19-antigeen sneltesten daarmee op te houden. Hij vindt dat dit geen oplossing is. Het zal ons juist verder van huis brengen. We zijn al in een erge derde golf, waarbij we elke dag zoveel mensenlevens hebben te betreuren. We hebben ook nog zoveel positieve per dag. We zijn nog niet over de berg. Aantal cases nemen nog steeds toe. Ik zou zeggen dat achterwege te laten, omdat je daarmee eigenlijk wat kwaad wat erger gaat maken. Denk niet aan het geld dat je wilt maken, maar denk eraan dat de gezondheid van de totale samenleving daaraan eigenlijk achteruit zal gaan. Want je gaat hoe meer mensen een verkeerd gevoel van positief hebben, hoe meer besmettingen, hoe groter de kans dat we meer mortaliteit, dus meer sterfte en meer cases gaan hebben. En dat moeten we niet hebben. Dat was Rajes Ori, waarnemend directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Hij benadrukt dat er genoeg testlocaties zijn. Hij zegt dat vrijwel alle districten meerdere testlocaties hebben. Slechts Koroni heeft tot nu toe maar één testlocatie.